Hoi, dit is Colette van Intuïtief Inzicht. Ik ga de juli-reading doen van over de weegschaal. Goedemorgen, weegschaal. Ik ga de juli-reading voor je doen. Kijk wat resoneert. Tijd is vloeibaar en het kan gebeuren vanaf het moment dat je de reading kijkt. En we zitten allemaal op een andere tijdlijn. Dus het gebeurt nooit tegelijkertijd. Die vallen er allemaal uit. Die moeten even terug. Er zit nog een verkeerde kaart tussen ook. Wat is er voor de weegschaal? Wat is er voor de weegschaal? Veel te veel. Ze willen allemaal tegelijk. Gisteren een pittige reading voor de steenbok. Ik ben heel benieuwd. Is er voor de weegschaal. Mocht je nog geen abonnee zijn, druk op de bel. En als je een persoonlijke reading wil, dan kun je me mailen. Wat is er voor de weegschaal? Deze moet er ook uit. Erg vaak in de readings dat er wordt geattendeerd op je dromen, dat je op je dromen mag letten en dat je gebeden worden verhoord. Ik ben er zo ontzettend blij mee. Maar het betekent ook dat er heel veel mensen zijn die stille wensen hebben. Kijk eens, wat zeg ik? Ik zeg het woord en hij valt eruit. Dat kan toch niet? Je wens wordt vervuld. Ik zeg het en de kaart valt. Soms is het echt doodeng. Is er voor de weegschaal? Deze moet eruit. En dan wil ik ook nog een Colette-kaart erbij. Wat komt eruit? De kaarten voor de weegschaal. Deze moet eruit en die. Ik ben zo ontzettend benieuwd. Nou, deze die viel al op zijn kopje. Gebeden worden verhoord. Er gaat een wens in vervulling. Wat ik altijd zeg in de readingen. En sorry voor de herhalingen, maar ik doe het ook voor de nieuwe kijkers. Op het moment dat er twee kaarten of meerdere kaarten uitvallen die dezelfde betekenis kunnen hebben, dan is dat gewoon een benadrukking. Dat is een bevestiging. Het is ongelooflijk. Er is hier een weegschaal die zo'n duidelijk een wens heeft en die gaat in vervulling. Ja, en dat zal het gebed zijn. Dat zal het gebed zijn wat verhoord wordt. Oh, kijk eens, je leven gaat veranderen. Ja, er gaat een kentering plaatsvinden. Kan heel goed te maken hebben met die wens dat er een roer omgaat. Voordat ik me verder uitspreek, wil ik eerst de kaarten zien. Oh, er is een leugenaar waar je mee te maken hebt. Oeh, ja. Ja, ik voel je een beetje alleen op dit moment, lieve weegschaal. Of wil je eigenlijk ook ergens niet bij horen? Ik heb het gevoel dat je jezelf een beetje buiten de groep plaatst, wie die groep ook is. Hè? Dat kunnen collega's zijn, dat kan familie zijn, dat kan je eigen gezin zijn. Maar dat je op een of andere manier je eigen koers wil gaan varen, dat je gewoon ook even er niet bij wil horen. Omdat je denkt van, laat het allemaal maar even, ik wil het in mijn eentje uitzoeken. En die reactie, die heb je omdat je eigenlijk, hoe zal ik het zeggen, de prikkels van buiten, de gedachten van anderen, je wordt zo beïnvloed en volgegooid met ongevraagd advies, dat je eigenlijk ook eens even wil kijken van, ja, maar wat vind ik er nou eigenlijk van? Want je weet niet meer zo goed wat is van die ander en wat is van mijzelf. Een beetje het gevoel van dat je niet meer weet of je je nou iets laat aanpraten, omdat je daar helemaal nooit over na hebt gedacht en nu gaat het opeens een rol spelen.
Je wil gewoon even niet al die meningen. Je wil het op, je wil het weg, je wil het weg. Er is een emotionele uitbarsting en dat heeft te maken met iemand die niet de waarheid spreekt. Iemand die niet de waarheid spreekt. Ik ga verder kijken wat dit betekent in deze legging. Er is kou in de lucht en er is stilte voor de storm. En dat heeft te maken met een verandering in je leven en met een wens die uitkomt. Oeh, je voelt je bedrogen, bedonderd. En toch heb ik hier ook weer het gevoel dat dat wel te maken heeft met kan hebben. Want ik weet het natuurlijk niet, hè. Kijk wat resoneert. Dat het kan hebben met, in de liefde. Maar dat het ook kan zijn dat je op je werk ergens te maken hebt met iemand die aan je stoelpoten zaagt. Iemand die er vandoor is gegaan met jouw mooie resultaten die je wilde presenteren. Je voelt je, ja, je voelt je in de kou staan. Er is kou in de lucht, maar je voelt je ook in de kou staan. Omdat ja, je bent bedonderd. Je bent bedonderd. En ja, ik voel me nu ook verdrietig worden. Je komt ongelooflijk van een koude kermis thuis, omdat je bedonderd bent door iemand waarvan je het niet had verwacht. En je hebt diegene vertrouwd, je hebt dingen met die persoon gedeeld. Je hebt echt een stukje van je hart ook laten zien, omdat je vertrouwen had. Maar er is iemand die jou op een of andere manier bedonderd heeft. Ja, en ik heb heel erg sterk het gevoel, lieve weegschaal, dat je al langer een wens voor jezelf hebt die je graag vervuld wil zien. En dat dit het moment is voor jou om dat te gaan realiseren. Een gevoel van, nou, als dit nu ook nog gebeurt, nou ben ik er klaar mee. En dat is niet omdat dat te maken heeft met die situatie van die bedondering. Maar het is voor jou een soort druppel in je leven dat je denkt dat je een soort reden hebt nu om jezelf goedkeuring te geven om die wens in vervulling te laten gaan. En dat zou zomaar kunnen zijn dat je wil gaan verhuizen of dat je een lange reis gaat maken of dat je weggaat uit je veilige omgeving. En dat kan in een baan zijn, maar dat kan ook in een woonomgeving zijn. Sorry. Ja, je gaat je distancieren van wat er gebeurt. Je wil daar niet bij horen. Je vindt het heel, ja, je voelt je gewoon beledigd ook. Dat iemand denkt dat hij dat bij jou kan uithalen. Maar je neemt ook afstand, omdat je gaat met je plan aan de slag. Je gaat met je plan aan de slag. En daar hoort bij dat je los mag komen. Of moet komen van je omgeving. Je bent ergens ben je aan het afbouwen. Je bent aan het afbouwen en je houdt het voor jezelf. Het is jouw project. Stilte voor de storm. Stilte voor de storm. En er komt een emotionele uitbarsting. Dat kan heel goed zijn dat je nog dat je tekeer gaat tegen die ene persoon waarvan je ontdekt dat hij of zij, hè, een man of een vrouw. Jou gewoon ergens in, kijk eens, deze moet eruit. Jou ergens in heeft laten tuinen. Je vecht, je knokt, maar je hebt geen zin meer om voor andere mensen te knokken. Je gaat alleen nog maar voor jezelf op dit moment. Op dit moment, hè, dat is niet letterlijk op dit moment. Kijk wat resoneert. Maar je hebt geen zin meer om jezelf te geven in projecten of in liefde aan anderen waarvan je nu. Eigenlijk een beetje alles op één hoop gooit en dat je met alles zoiets hebt van wie kan ik nog vertrouwen? Je zit in een strijdlustige modus, mentaal, maar je gaat er niks meer mee doen naar anderen toe. Je gaat je eigen wens vervullen, je gaat je eigen doel stellen. Nou, dat doel heb je al gesteld. Maar nou moet je het nog bereiken. 5-5-5, je leven gaat veranderen. Ja, ik heb echt het gevoel dat je er niemand
daarover gaat informeren. Omdat je niet weer en nog meer meningen wil en adviezen en dat moet je wel doen, dat moet je niet doen. Je wil het voor jezelf houden en dan kun je het ook doen op jouw manier. Ik ben heel benieuwd. Ja, mensen gaan je missen. Ja, ja, dat zijn die mensen waar jij een beetje uitstapt. Ja. Je gaat jezelf terugtrekken uit iets. Je wil het gewoon even niet. En je hebt ook geen zin om uit te leggen waarom. En dat hoeft ook helemaal niet, want je bent nooit uitleg verschuldigd. Als jij maar weet wat je aan het doen bent en dat het goed voelt. Maar er zijn mensen die jou missen. Want je gaat eigenlijk van heel veel contact ga je naar een ontzettend laag pitje. Ik weet niet hoe laag het pitje dan kan zijn. Het is bijna uit. Maar je hebt dat nodig, ook voor jezelf, om sterk te blijven en je wens in vervulling te laten gaan. Je wil je droom achterna. En ik heb het gevoel dat je weggaat. En wat dat dan is, een reis maken, dat je met een rugzak achterop naar Bali gaat. Het kan ook zijn dat je naar een retraite gaat en dat een week weg al een enorme onderneming is, omdat je in een situatie zit waar dat eigenlijk helemaal not done is. Omdat je altijd verantwoordelijkheid aflegt en mensen dat vertelt. Maar ik heb het gevoel dat je gewoon een ticket boekt en dat je daar niemand over informeert. Ja, en wat ik al zei, hè, je leven gaat veranderen. Het kan voor jou, in jouw situatie, al een enorme verandering in je leven zijn dat het maar een week weg is. Maar ik heb het gevoel dat het wat langer is. Misschien ga je wel op retraite. Of ga je eens eventjes ergens heen waar je colleges gaat volgen. Of waar je een spiritueel leraar hebt. Of misschien ga je wel weg met een vriendin of een vriend. Het kan ook naar de Waddeneilanden zijn, maar je wil weg. Het kan ook een verhuizing zijn. Ik heb het gevoel dat je al langer bezig bent met een projectje en dat deze situatie waarbij je bedrogen wordt, dat voor jou een soort goedkeuring is van zo en nu ga ik. Dus eigenlijk mag je deze persoon nog bedanken, want die geeft jou een klap op je billen om te gaan. Dit bedoel ik natuurlijk niet echt, hè, maar in feite wel. Als dat niet gebeurt, zou je misschien nog een jaar niet je wensen in vervulling laten gaan. Doorzettingsvermogen, wauw, die moet ik voorlezen. Ben je misschien 40? Doorzettingsvermogen, je hebt doorzettingsvermogen nodig om je droom achterna te gaan. Ik denk toch dat het iets langdurigs is. Ja, maar het is iets, kijk, voor de een kan een weekje weggaan heel makkelijk. En voor de ander is dat al een enorme stap. Hè? Dus het maakt niet uit of het kort is of lang. En ook niet of het ver weg is of dichtbij. Het gaat erom dat je dus in staat bent om voor jezelf te kiezen. Om iets te doen wat jij wilt. Zonder bemoeienissen. Doorzettingsvermogen, heb geduld, er is verandering op komst. Nou, zodra je weet wat je wilt, zul je ook een manier vinden om dit te bereiken. Onderschat jezelf niet, je bent heel sterk. Let op de stille aanwijzingen die je vanuit de hemel worden gezonden. Ze vertellen je welke kant je op moet. Geef niet op, alleen omdat je denkt dat je niet verder komt. Wanneer je vandaag opgeeft, zul je morgen niet weten of je het had gekund. De engelen hebben zoveel geduld met je, heb ook geduld met hen. Dit is natuurlijk geen toeval, hè, dat deze kaart eruit valt. Het is ongelooflijk, je gaat je eigen pad kiezen. Je gaat je eigen pad kiezen en van het een kan het ander komen. Maar nogmaals, de reis zelf ergens heen, het transport van A naar B, daar gaat het niet om. Het gaat natuurlijk om de reis in jouzelf. Wat durf je aan? Welke knopen durf je door te hakken? Durf je andere mensen nou eens te laten en niet naar ze te luisteren? Durf je je los te maken uit je vertrouwelijke omgeving? En durf je gewoon te gaan voor wat jij voelt, zonder dat je je laat, ik wou bijna zeggen, indoctrineren. Dat is een wat zwaar woord. Maar zonder dat er weer mensen zijn die er wat van vinden.
Wat zegt de wijsheid van het orakel? Kijk nou eens. Ga je naar zee? Is dat je wens? Dit is toch ongelooflijk? 7. Dat is het getal van de wijsheid en ontwikkeling. Ik word soms echt... Ik vind het soms gewoon eng wat er uit de kaarten komt in zijn compleetheid. Wat de reading zegt. Naar zee. Misschien ga je wel een bootreis maken. In ieder geval, want deze kaart hoef je niet letterlijk te nemen. Maar je gaat in je eentje je horizon verbreden. Dit is ook zo prachtig. Hè? Dan zit je hier op zee. Er is geen einder. De zee is overal en je bent zo vrij als het maar zijn kan. Dit is de behoefte die je hebt. Oh, lieve weegschaal. Nou, ik vind het wel heel erg... hele mooie legging. Ik ga eens even kijken, waar heb ik de kaarten van de magische wegwijzer wilde ik graag erbij halen. Ik moet even kijken waar die ligt. Laten. Want die zijn echt heel belangrijk. Heel benieuwd. Het is ongelooflijk. Je gaat het doorzetten. Je gaat voor jezelf kiezen. En wat ik al zei, hè, ook al is het maar een weekje weg, heb je ergens een luxe hotel geboekt. Of juist een camping. Het gaat nogmaals niet om de inhoud ervan. Het gaat erom uit elkaar gaan. Dit geeft mij, als ik deze kaart kijk, dan vind ik het, ik schrik er weer van zoals het hier ligt, uit elkaar gaan. Je zet jezelf buiten de groep, je wilt geen bemoeienis van anderen, je bent boos op degene die jou bedrogen heeft. Je gaat uit elkaar, je gaat weg van andere mensen. Het kan ook zijn dat dit te maken heeft letterlijk met een leugenaar, dat je geliefde was. Dat het letterlijk zo is dat je met iemand uit elkaar gaat. Ja, ik vind het soms zo ongelooflijk. Misschien ben je 46 of 64, dat kan ook. Maar het kan alle leeftijden zijn, uiteraard. Ik ga kijken wat het boekje zegt. Het is onvoorstelbaar. Oh, ik krijg het er echt warm van. Hoe kan het zo kloppend zijn? De kaarten bij elkaar. Het is nu tijd je eigen weg te gaan. Het staat er echt. Het is ongelooflijk. Deze kaart is een teken om een eind te maken aan wat niet langer voor jou werkt. Ongelooflijk. Is iemand een afspraak niet nagekomen? Misschien moet je een belofte verbreken of van richting veranderen omdat je meer op je schouders hebt genomen dan je aankon. Dit is een perfecte tijd om je doelen en waarden nog eens te bezien. Komen je daden overeen met waar je in gelooft? Hebben je partner en jij evenveel voordeel van jullie relatie? Scheiding, verspreiding en ontbinding zijn nu in beeld. Nogmaals, lieve weegschaal. Het hoeft niet letterlijk om een scheiding van een geliefde te gaan. Het kan ook een scheiding zijn van iets anders. He, van dat je even vrij neemt van je baan. Maar ik heb toch het gevoel dat het hier iets is met iemand die jou dierbaar is. Het raakt je enorm. Maar je neemt gewoon afstand. Oh, het is... Ja. Eigenlijk scheid je jezelf van anderen. En jij weet wie dat zijn. Als iemand een relatie met jou wil verbreken, ga hem dan uit angst niet achterna. De prijs die je hiervoor moet betalen is het niet waard. Scheiding brengt geluk. Nou, dat vind ik fantastisch. Scheiding brengt geluk. Jij gaat op zoek naar je eigen geluk. Je gaat op zoek naar wat jij wil. Het is zo mooi. Ja, je kunt eindelijk die wens in vervulling laten gaan. Misschien ben je al jaren bezig om te denken, oh, er komt een dag en dan pak ik mijn koffer en dan ga ik een week in de natuur zitten. Of ik ga, ik heb de voorbeelden al genoemd. Of ga je verder weg. Je gaat iets doen met jezelf en de aanleiding om nu eindelijk ja te zeggen tegen jezelf, is omdat iemand jou gedonderd heeft en dat je... Nou, het lijkt wel alsof dat als een geschenk uit de hemel komt om jou uiteindelijk te laten doen wat je wil doen. Maar je had nog even een zetje in je rug nodig.
Je moest nog even zeker weten dat je een goede reden had om te zeggen zo. En nu is het klaar. Nu ga ik doen wat ik wil. Nou, lieve weegschaal. Succes!